Drama queen. Jij bent echt een drama queen. Dat is me. Ja, echt. Ik ben Laura. En ik ben Ryan. En wij doen mee aan Hij Zij vandaag. Ja. Wie geldt er het meest op fame? Sowieso. Ja, ik ben gewoon eerlijk. Dit is niet zij is sowieso de Miss Fame, dus dat is al... Ja, het is niet dat ik daarop gel, maar als je er dan nu in zit... Dat is gewoon haar ding, dus dat is gewoon ook heel goed in. Maar het is meer van nature dan dat je daar... Dan dat ik dat bewust doe. Ja. Wie zou eerder meedoen aan Temptation Island? Ja, hier, deze man. Hij. We zijn er namelijk voor gevraagd. En hij was degene die zei, kom nou, we moeten meedoen, dat is leuk. Schat. En nu zie ik het anders hoor. Maar toen dacht ik dan zo, dit is appeltje uit. Maar als ik die mensen dan zie struggelen, denk ik mezelf, jongens, die zijn toch wel wat gewend of zo. Ja, gek hè, je hoort iedereen erover praten. Als ze weer terugkomen of ook als ze daar zijn. Ik heb het onderschat, ik heb het echt onderschat. Het is een soort van mindfuck die twee weken plaatsvindt. En dat kan best veel met je doen. En maar ik heb er helemaal geen zin in, joh. Ja, ik vind niet dat wij iets hoeven te testen of zo. Wie zou eerder verslaafd kunnen raken aan plastische chirurgie? Ik sowieso niet, dan ben jij het, zoek het uit. Nee, ik zou zo doen. Zowel niet ik als niet jij. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, het is niet... Mensen die doorslaan in plastische chirurgie, die gaan zeg maar heel ver. En die verbouwen zichzelf tot een compleet ander mens. Ja, maar jij hebt ook nog nooit iets ondernomen. Dus nee, maar jij en ik. We zijn eigenlijk iemand die het nodig heeft omdat het een extra is. Of iemand zich daardoor beter voelt. Maar we zijn eigenlijk tegen de mensen die erin zich doorslaan. Ja, en zich compleet verbouwen. Juist. Je ziet ook dat iedereen dezelfde mimiek heeft. En dat vind ik heel erg zonde. En ik zou dit gezichtje niet willen kwijtraken. Nee, dat weet ik van jou. Dus, juist. Maar ik heb ook wel echt tegen hem gezegd, mocht ik op een gegeven moment 40 plus zijn en ik krijg op een gegeven moment ook een flinke groef, dan ga ik dat gewoon weg laten halen. Maar mocht dat zo zijn, hebben we eerst een hele flinke discussie. Ja. Wie probeert het vaakst onder de seks uit te komen? Oh, wauw. Ja, ik denk dat... Vooral nu in de periode dan, sommige periodes waarin je echt te druk bent. En dan niet met dat maar het is niet echt onderuit komen of zo, het is gewoon druk. Druk, moe. En eigenlijk vind ik het ook wel oké. Jij wordt oud. Wie gedraagt zich sneller als een drama queen? Vind jij jezelf meer een drama queen dan mij? Ik denk het wel. Ik wilde dus ook jou doen, maar ik dacht dat jij mij zou doen. En dat we dan nu eventjes die discussie konden voeren. Want nee, ik vind jou dus echt... Inderdaad, ik ben echt meer een drama queen gewoon. Serieus, dat ben ik voor ons steeds. Ja, je verwacht het niet, maar echt, ik heb altijd zoiets van, ah, komt wel goed. Oh, het gaat mis, hij heeft stress als het niet lukt, als hoe hij het voor ogen heeft. En dan kan jij er best een groot probleem van maken. Drama queen. Jij bent echt een drama queen. It's me. Ja, echt. Ja, is echt zo. It's me. Wie zou eerder zijn of haar schoonouders in huis nemen? Ja, hij. Jij zou mijn... ouders eerder in huis nemen dan ik. Dan andersom. Ja, wel, ik zou jouw schoonmoeder, jouw moeder zo in huis willen nemen hoor, want ze kan fantastisch koken en is heel gezellig en heel lief. Maar jij bent meer familiemens. Ik ben meer familiemens, jij hebt meer jouw eigen wereldje personal nodig. Personal space nodig. Wie zou eerder verliefd kunnen worden op een ander? Weet je dat ik deze vraag zou ik echt niet kunnen beantwoorden? Nee, ik ook niet. Want ik zei toevallig, want was het een paar dagen geleden nog, op mijn verjaardag. Dus het is 3 dagen geleden. Toen zei ik, waar al mijn vrienden en onze familie bij waren, van ik zou er niet aan moeten denken om nu een leven te leiden met een andere man. En ik werd gewoon misselijk met die gedachten. Opnieuw verliefd worden, ook echt niet gewoon. Nee. We zijn nog veel te verliefd of zo. Dat gaat ook niet weg, denk ik. Nee. Wie van jullie zou van een uitkering kunnen leven? Ik denk dat Ryan heel goed hiermee kan, of met een uitkering zou kunnen leven. Omdat Ryan wordt heel gelukkig van koken. En het enige wat hij dan zou moeten doen is naar de supermarkt gaan, spulletjes kopen. Want zodra deze man door de supermarkt loopt, is hij in zijn sas. En dan lekker in die keuken 2-3 uur lang staan koken. En dan vervolgens het eten en mensen blij maken met je eten. En ik heb bij jou het gevoel, meer dan dat heb jij ook niet nodig in je leven. Ja, maar Lau is iemand die is heel goed met geld. Dus zij kan ook wel... Als het minder is, dan leef jij gewoon heel goed met minder. Dus daar ben ik weer wat minder goed in, zeg maar. Ja, dat is ook wel heel dus... Ja, want ja, dat is, daar heb je wel weer een punt. Snap je? Wie is er vaker dronken op een feestje? Vroeger? Sowieso. Sowieso. Ik drink niet. Rijn drinkt niet. Ik drink nu ook niet meer. En ik dronk ook niet daarvoor. Ik heb ook wel gedronken, maar ik ben denk ik 1 keer in mijn leven dronken geweest. Misschien 2 keer. Ja, en 1 keer met mij in Curaçao. Juist. Nee, ik ga heel eerlijk zijn. Mijn eerste glaasje alcohol was toen ik 6, 27 jaar oud was. Dus daarvoor, dus echt mijn stapperiode, was ik gewoon aan dansen en dronk ik water of appelschap. Dus
Van 27 zo tot 29, dat waren wel mijn wilde jaren waarin ik graag een glaasje te veel had. Al die andere jaren heb ingehaald. Ja, ja. Wie is er meer verslavingsgevoelig? Is dat zo? Ja, aan dat als hij erin zit. Aan wat? En erin zit, in dat PlayStation spelletje van je. Geen verslaving. Ik moet er niet aan denken om 4 uur langer dat een PlayStation spelletje te spelen. Ja, maar we zijn allebei niet echt verslavingsgevoelig. Nee, ik denk ook niet. Qua roken. Maar ik neem deze wel van je. Wie zou eerder in het buitenland een nieuw leven kunnen opbouwen? Wat heb jij? Ja! Ja, sowieso. Ja, ik wil zo graag naar het buitenland en daar oud worden. Ja, hij surft er eigenlijk iedere dag al om. Ja. En ik wil ook heel graag uiteindelijk in het buitenland wonen, alleen nu nog even niet. Dus ik ga binnenkort vertrekken en ik zie Laura later. Nee, dan ga ik natuurlijk wel mee. Probeer het een beetje uit te stellen nog. Ja. Maar ik weet dat jij bent een gelukkiger man. Gelukkiger mens in het buitenland. Zeker. In ieder geval waar de zon schijnt. Wie kan er een maand zonder social media? Ja, Ryan die heeft eigenlijk, als ik voor jou mag spreken, niet zoveel met social media. Nee. Ik ben degene die foto's plaatst op zijn Instagram. Zij doet ook mijn Instagram, dus ja, want, dat zegt al genoeg. Ja. En soms kijk ik erop denk ik, Ze heeft al 4 weken niks gepost. Nou, je moet er wat voor me posten. Ja, en bij mij is het gewoon mijn werk, dus ik kan er eigenlijk niet onderuit. Wie zou eerder overleven op een onbewoond eiland? Ja, misschien ook eigenlijk wel. Ja, ik ook wel. Zo. Ik sowieso, want ik ben echt één met de natuur. En geef mij een palmboom met kokosnoten en ik overleef. Ik ga ook wel, denk ik gewoon. Maar jij bent ook heel goed. Weet je wat het wel is met jou? Ja, na 2 weken lang onder die palmboom te chillen. Nee, maar als ik moet overleven, dan overleef ik gewoon, hè? Ik zet hem toch op mezelf. Jij zet hem op jezelf. Ik zet hem op mezelf. Ik vind mezelf echt een survivor. En jij bent iemand, je mist dan je moeder en je mist haar eten en je mist mij. Ja, maar ja, ik moet nog steeds blijven leven, dus sorry van moeder, want het met mij. Nee, ik denk dat jij op een gegeven moment gewoon breekt en het niet meer aankan. En ik ga echt door. Dit is wel, ik voel hier een uitdaging aankomen. Rijn en Laura op een onbewoond eiland. Oei. Wie breekt dat eerst? Goeie YouTube-serie. Wie zou er eerder de naam van de ander laten tatoeëren? Hij heeft niet mijn naam, maar... Wel iets heel moois getatoeëerd. Ik heb haar getatoeëerd op mijn arm. Ja. Dus ik ben al guilty. En ik heb wel iets van jou getatoeëerd op mijn lijst. Dat is onze trouwdatum in Romeinse cijfers. Dus allebei wel. Maar jij hebt mij op je arm. Dus ik ben het. Jij bent het. Nou, dit was hem dan. Yes. We hopen dat je deze video leuk vond. Zo ja, doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. Yes. Zoals altijd. En vergeet ook niet te subscriben op het YouTube kanaal van Linda. Dankjewel. Doei. Doei.